Ja, je hebt vrijdag de hele dag gewerkt, dus vertel. Stop filmen, dit is vervelend. Dit is fucking vervelend. Rust. Het allerergste dat ik nog ga reageren ook. Ik vind het alleen leuk als het een Nederlander. Oh nee, vind je het alleen leuk? Ga je strippen? Maak je zin in Iets in die maar. richting wil ik wel ongeveer gaan. Oh. Gewoon iets anders doen. Ik ga gewoon administratie bijwerken. Sinds wanneer heb je administratie? Sinds ik geld verdien. Wat ga je dan doen? Wat kom je doen? Nou, ik voel me awkward. Heel erg awkward. Awkward. Nou, binnenkort moet je badje toch wel vol zijn. Over 7 minuten en 32 seconden. Kak. Dat duurt nog best wel lang. Even kijken wat er op nu.nl staat. Ik mag wel rustig porno kijken op mijn telefoon. Nee, ik wil ook meekijken. Mag ik niet. Ik wil je porno Alleen kijken. Alleen als je stopt met filmen. Ik film niet. Why don't I believe you? Stop. Vertel ze een leuk verhaal. Don't be so shy. Het verhaal van het meisje dat aan het filmen was met een camera en daarna nooit meer vernomen. Daarna nooit meer iets van hem werd vernomen. Godverdomme. Ik zie, ik kan geen goed verhaal vertellen. Ik struikel over mijn eigen woorden. Maar goed, je bleef iemand tegen de zin filmen. En daarna heeft nooit meer iemand teruggemaakt. Wat is er wat er gebeurd? Ja, het verhaal moet wel een beetje mysterieus zijn. Maar je bent het verhaal aan het vertellen. Je moet hem ook afmaken. Nee, ik heb het al afgemaakt. Door onthoofde lijk werd 2 weken later in het Diemerbos gevonden. Oké. Ah, oké. Leuk. Beetje slecht verhaal. Maar niet zo heel goed verhaal, hè? Ik had wel beter van jou verwacht, hè? Jij vraagt altijd, vertel eens een verhaaltje en dan vraag moet ik nooit. Dan ter plekke. Nou, dan moet je voordat je hierheen komt, moet je gewoon altijd een verhaaltje hebben.
vertel over de laatste keer dat je gevoetbald hebt. Waarom? Wat vind je dan niet interessant? Ja. We wonnen. Ja, maar hoe ging het allemaal? Is lastig. Ja, maar ik bedoel, beschrijf de wedstrijd. Wij scoren 2 keer. Zij komen voor met 1-0. Wij scoren 2 keer. 3 keer. Zij scoren nog 1 keer. De laatste 20 minuten ging ik dood. Want ik zat langs de kant. En ik was gespannen. Waarom was je gespannen? Omdat mijn team aan het weg. Omdat mijn team. Dat het eruit zag alsof we gingen verliezen. Maar jullie hebben gewonnen. Ja. Dat weet ik nu, ja. Is het bandje nog niet vol? Nog 10 minuten, 49 seconden. Dat zijn echt de meest moeilijke momenten van mijn leven tot nu toe. Maar je wil toch gefilmd worden? Nee, ik wil helemaal niet gefilmd worden. Ik zei, mijn stem klinkt daarop film. En toen zei je, ik ga je filmen. Nee, je zei het wel leuk zijn als ik de hele dag een keer gefilmd zou worden. Ja. En dan mijn gedrag zien. Maar dan moet ik dus niet weten dat ik gefilmd word. Anders ja, maar je hoeft het niet te weten. Je moet gewoon die camera gewoon wegdenken. Want het is je hersenen die zeggen tegen jou, hier zit hier een camera. Als je gewoon dat tegen je hersenen zou zeggen, er is daar geen camera. Er zou ook geen camera zijn. Lord, give me strength. Nog 3 minuten. Dat is wel lang, hè? Tijd is relatief, dat blijkt maar weer. Ja, het is nu al 7 minuten bezig. Net zoals 10 minuten een spelletje spelen kort lijkt, maar 10 minuten lachen heel lang is. Filosofisch. Ja. Modern filosofisch. Nog meer modern filosofische uitspraak? Nee, eigenlijk nee. Wijs is de man die de woede van een kalm persoon vreest. Leg eens uit. Nou, als iemand nooit boos wordt, maar dan opeens wel boos wordt, dan ben ik altijd banger dan voor iemand die altijd boos wordt. En waarom is dat? Omdat die waarschijnlijk zo ver gepusht zijn. Een beetje verschil tussen, noem het wat. Iemand die altijd pizza's eet en dan een pizza eet, of iemand die altijd pasta's eet en dan een pizza eet. Een beetje... wat? Dat is het speciaal. Ja, als iemand altijd pasta's eet, dan is die pizza ook heel speciaal. Je hebt wel gelijk. Het was gewoon heel grappig dat jij een analogie met eten trekt. Ja, ik wil eerst zeggen, iets anders, maar toen dacht ik zeg het wel, pizza. Hoezo verander je opeens wel? Dacht, pizza-analogie was beter? Minder smerig? Vertel dat andere dan. Waarom niet? Nee. Waarom niet? Waarom niet? Dat is flauw. Ja, ik ben flauw. Nee, op laatste minuut, wat heb je nog genomen? Ik blij ben dat het erop zit. Ja. Nog meer ervaringen? Positief of negatief? Fiets niet door de regen. Als het buiten heel erg waait, dan kan je wind mee of tegen hebben. Als je computer het niet doet, moet je hem eerst aan en uitzetten en dan kijken. En tenslotte... Als je gootsteen verstopt is, moet je een ontstopper kopen. Oké. Dat waren mijn 5 tips voor vandaag. Zeg, dag. Doei.